Erwin, ik vraag het niet vaak naar een 4-1 uitslag, maar is de nederlaag waarin je toch nog wat lichtpuntjes zag? Nou ja, ik vond ons in de eerste helft de betere ploeg. En ik denk dat wij de beste mogelijkheden, CQ, kans hebben gehad om op 0-1 te komen. Omkeren in de wedstrijd was natuurlijk de rode kaart van Ivens op middenveld. Persoonlijk vond ik het een domme rode kaart, omdat hij op die plekken. Ja, hij moet op de benen blijven staan, hij hoeft helemaal geen slijding te maken. Maar dat zeg ik altijd tegen de verdedigers, van je moet zo lang mogelijk op je benen blijven staan. Je moet niet gaan slijdings nemen, dat is absoluut onnodig. Dit valt verkeerd uit voor ons en dat is heel zuur. Maar in de loop van de eerste helft vond ik ons nog beter dan Groningen. Tweede helft weet je dat Groningen meer gaat drukken. Ze kregen iets meer balbezit natuurlijk. Wij moesten veel opengelaten bieten belopen. En dat op zich gebeurde dat goed. Bij de 1-0 komt die bal denk ik toch wel een beetje gelukkig bij Van der Velde. En hij schiet hem wel heel mooi in. En we blijven gelukkig na de 2-0 toch nog in de wedstrijd, die 2-1. Tot op dat moment was ik absoluut niet ontevreden over de ploeg. Alleen je krijgt de 3-1 en de 4-1 om je oren. En daar ben ik wel kwaad over. Je ziet dat Chidé die bal verliest. Als je dan 2 meter groot bent en 2 meter breed. Ja, dan moet je toch wel meer brengen, vind ik. Dan mag je niet zo makkelijk een bal verliezen. Daarna komt er natuurlijk een overtalsituatie waardoor Groningen op 3-1 komt. De 4-1 valt uit de vrije trap. Bij de tweede paal wordt niet gedekt. Ja, en dat zijn wel momenten waar ik me wel druk over maak. Ik had met 2-1... had ik misschien nog kunnen leven, maar niet met 4-1. Nog even over de rode kaart. Die komt na een week waarin je hebt gehamerd op killen in de defensie en meedogenloosheid. Maar ja, hier zal je niet om gevraagd hebben. Nee, maar volgens mij vroeg jij me dat ook van de week. En ik heb hier niet op gevraagd, maar ik vond ons wel agressief spelen. En we zaten goed in de wedstrijd. Alleen, ja, door momenten, de details, ga je de pottenbak op. Dan sta je hier toch met een zuur gevoel. Zeker 4-1 is toch een grote uitslag. Of het nou terecht is of niet terecht is, het is een feit. Ja, en dat bedoel ik met de openingsvraag, het lichtpuntje. Want positioneel, Groningen was niet indrukwekkend. En bij jullie stond wel aardig. Dit had denk ik niet hoeven, zeker niet met die rode kaart. Nee, maar kijk, we hadden natuurlijk meer problemen in de wedstrijd. Tavares moest ik wisselen. Want die kreeg al in de eerste minuut een gele kaart. In de tweede helft, als hij nog geen gele kaart had gehad, had hij misschien ook één gekregen. Dus ja, ik moest hem wisselen. Ja, de laatste 10 minuten Braber met zijn schouder, die kon ook bijna niet meer door. Dus al met al moet ik zeggen, hebben we het wel aardig gedaan. Alleen de schade is dubbel. De 3 en de 4-1, wint je daar nou echt nog over op? Of ja, accepteer je dat gelaten? Nee, tuurlijk niet. Dat mag niet. Dat zeg ik net. Die spits van ons moet die bal gewoon afschermen. En de 4-1 wordt vrij ingekopt. En dat zijn twee momenten waar ik niet tegen kan. En nogmaals, met de 2-1 had ik kunnen leven. Maar met 4-1, dat kan niet. Zeker als je een stormram inbrengt, mag je wat anders verwachten. En ja, dat was niet in een fase waarin het kon. Nou ja, in mijn beleving, dan heb ik het over in mijn beleving. Dan moet je de graspollen eruit lopen als je invalt voor Romeo. Want die haalde ik eruit. Omdat we hem nog langer nodig hebben. Hij heeft de laatste weken niet veel getraind. Met een man minder wordt er ook van hem heel veel verwacht in verdedigend opzicht en veel lopen. Dus ik heb hem eruit gehaald voor Chidé. En ik verwacht wel meer van die jongen. Je kan in ieder geval de pol eruit lopen. Dat viel mij absoluut niet mee.